De sector van de chemie en life sciences is met zowat 300 investeringsprojecten sinds 2010 goed voor ongeveer de helft van alle buitenlandse investeringen in Vlaanderen. Antwerpen is de grootste geïntegreerde chemiecluster in Europa. Afgelopen jaar kondigde onder andere chemiebedrijf INEOS een mega-investeringsproject aan van meer dan 3 miljard euro. Goed voor 450 nieuwe jobs in de Antwerpse haven. We zijn hier in de controlekamer van INEOS in Zwijndrecht bij Antwerpen. Hier staat de wieg van INEOS, want ongeveer 20 jaar geleden zijn hier de eerste activiteiten opgestart met amper 400 werknemers. Ondertussen is INEOS uitgegroeid tot een top 5 speler in de chemie wereldwijd, met in België vandaag 2500 werknemers gespreid over 9 productievestigingen. Begin dit jaar hebben we een versnelling hoger geschakeld met de aankondiging van Project One, een mega-investering van meer dan 3 miljard euro en daarmee ook de belangrijkste investering in de Europese chemie van de afgelopen 20 jaar. Met Project One gaan we zelf ethyleen en propyleen produceren in Lillo en daarmee kunnen we onze bestaande fabrieken bevoorraden in plaats van deze stoffen te importeren. Ethyleen en propyleen, dat zijn eigenlijk de legoblokjes van de chemie, de basisbouwstenen voor hoogwaardige kunststoffen die verwerkt worden voor toepassingen in de hernieuwbare energie, maar ook in de automobiel- en bouwsector, net als de gezondheidszorg. Vandaag wordt in onze ethyleenopslagtank hier op de Zwijndrecht-site aangeleverde ethyleen opgeslagen. Vanuit deze tank wordt die ethyleen verdeeld naar diverse verbruikers, onder andere via pijpleidingen naar onze fabrieken in Velluy en Lillo. Zodra de nieuwe installaties van Project One operationeel zijn, zal vanuit deze installaties via diezelfde pijpleiding ethyleen aangeleverd worden in deze opslagtank om van hieruit verder verdeeld te worden. Met de bouw van de nieuwe installaties van Project One gaan we heel wat nieuwe jobs creëren tijdens de realisatie van de werken. Gaan er 3000 mensen aan de slag bij ons. Eenmaal operationeel zal Project One werk bieden voor 450 voltijdse werkkrachten. Indirect komen daar nog eens 5 keer zoveel jobs bij. Momenteel zijn we al volop aan het recruteren voor Project One. Ingenieurs, maar evengoed technische bachelors, die eerst opgeleid worden in onze bestaande fabrieken als operator, maar daarna ingezet worden voor Project One. Als procesingenieur zorg ik ervoor dat de installaties zodanig ontworpen worden dat ze later veilig en zo eenvoudig mogelijk produceren en ook dat ze zo efficiënt mogelijk hun productiedoelen bereiken. Met Project One bouwen we in Europa de meest energie-efficiënte ethyleenproductieunits. Dit wil zeggen dat we onze CO2-uitstoot aanzienlijk reduceren. Mijn takenpakket bestaat uit het ontwerpen van de nutsvoorzieningen, energiebevoorrading en infrastructuur van de nieuwe site. Voor mij is het zeker boeiend, omdat ik eigenlijk deze nieuwe technologieën die ik op de universiteit heb geleerd, nu kan toepassen in de praktijk. Doordat we een heel open en vlakke structuur hebben, kan je als jonge ingenieur heel snel nieuwe uitdagingen aangaan. INEOS zet de transitie in naar een circulaire economie. We hebben hier recent in ons onderzoekscentrum in Neder-Overeenbeek een doorbraak gerealiseerd op het vlak van mechanische recyclage. We hebben compounds ontwikkeld die bestaan uit 50% gerecycleerd materiaal en 50% nieuw materiaal. Het gerecycleerde materiaal dat wordt bekomen uit kunststofvoorwerpen die normaal in de PMD-zak terechtkomen. Deze gerecycleerde materialen worden hersmolten met nieuw materialen tot een hybride compound. De toepassingen daarvan zijn gerecycleerde verpakkingsmaterialen die vandaag al in de winkel te vinden zijn voor detergenten en wasmiddelen. De meerwaarde van dit onderzoek is dat we duurzamer gaan omspringen met grondstoffen en het is ook een heel belangrijke stap om de keten door recyclage te sluiten.